viva bon, viva bon, viva de manchon, de manchon, chon a come bon, come bon, well chon a do mi bon, do mi bon, well chon a viva bon, viva bon, viva de manchon, chon a come bon, come bon, well chon a do mi bon, do mi bon, un plito na cora na boca di trabo. Bon menina nostra viva di naturaleza TV. Aqui na Bonaire não é fácil para botar jardim ou um cunuco assim na verde. No momento, por exemplo, de construir, está importante para não baixar a turca duche e palo a bom. Agora nós temos a mais de essa aqui do nosso programa. Pelo menos temos a Samuel Sibana de Botanical Garden e depois também nós temos a Tef de Simão. Vita Manuel. Julianca. Welcome, Julianca. Danke. Bom vini a Bonaire Botanical Garden. Danke. Bom vini. Assoblip. Pues Manuel, el palo de cía es un favorito para vos. ¿Puedes explicarme de cómo? Sí, el palo de cía, vos sabes, tiene cantidad grandísima de años en Bonaire. Su adaptación está bastante importante. Tiene más de 250 años el palo de cía aquí en el Botanical Garden. Engelec es una bastante importante, según un estudio que nos tiene, para diferentes tipos de cáncer. Especial para vos cáncer o cáncer de pecho. Mas tanto, a parte importante está a base, o bark, a parte verde que nós temos, a casca que nós estamos visando no papiamento. De conta importante, Julieta. Você sabe com? Não, contame, interessante. E, abaixo de a palo assim grande que você mira, tem 50 cm de deep, abaixo de terra. Está mais tiki. Ok, depois de 6, nós temos plataforma coral. Se está coral, 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 so. Anto por 200 o 250 años, está extract mineral y vitamina de coral. Se está más importante para la salud de gente. E parte casca chiquito, que me va a tomar casca chiquito de aquí, por ejemplo. La casca de aquí, ¿no? Ahora que botín gas o gastritis dentro del estómago, okay, pone en agua caliente y bebe. Ahora no se para y me mira en un hopi segura, pero todo el jardín está verde bonita. ¿Vos tienes una idea de cómo es esta escena? Bueno, vos sabes, todo el día no estaba ahí cerca de Fontaine para 13 agua. Todo el día. Adicional, nos tiene microbiología, nos trabaja con compost, microflora y microfauna. Eso está para beskerming, más tanto para protección. Entonces, si no tiene protección, no tiene nada. Esa es la recomendación. Ahora que vos tienes el jardín, no te laga o garden limpi limpi. Nos tiene costumbre vos a ese, ¿no? Sí, ahora que te construí, te destruí turcos para construir. Ese es un tal lógico, Masha, ¿no? Manuel, me hay un hobby interesante. Masha, danke para invitarme a ver el Botanical Garden. Ok, bota bom vini siempre. Ahora que boque, nos brazos está abierto para vos. Bien, enjoy completamente la naturaleza. Danke. Teplissima. Hoe maak je goede compost? Het begint allemaal met een goede plek. En een goede plek is bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, net een beetje in de schaduw, zodat er niet te veel volle zon op staat. En het maken van een bak. En een bak kun je maken van oude pellets of van stukken hout. Belangrijk is ook om aan de binnenkant een goede afscheiding te maken. Dus dat kun je doen met plastic of met oude golfplaten. En die zorgen ervoor dat alles netjes binnen de perken blijft. Nou, wat ga je in de compost maken? Onder andere bijvoorbeeld hout. Snippers, zoals dit. Lekker grof materiaal, maar ook ander organisch materiaal zoals bladeren, gras en wat je dan maar meer in je tuin kan vinden. Hier hebben we wat wij gebruiken, kippenmest. Maar je kunt niet alleen kippenmest gebruiken, maar ook geitenmest of koeienmest. Maar dit is eigenlijk een soort van aanjager en zorgt ervoor dat het organisch materiaal sneller omgezet wordt in echte compost. Maar wat we ook soms doen, is wat je hier ziet. En dat is gewoon kalk.
En kalk zorgt er eigenlijk voor dat de compost die op zichzelf een beetje zuur is, weer basis wordt. Dus je zorgt ervoor dat alles in balans is. En al die verschillende materialen, die leg je echt in laagjes, zoals een lasagne, op elkaar. En dan, het allerbelangrijkste hier op Bonaire, zeker hier op Bonaire, is water. Er moet echt veel water worden gegeven. Zorg ervoor dat het altijd een beetje vochtig is. Want als het niet vochtig is, dan kun je het een jaar laten liggen en dan gebeurt er nog steeds niks. Kijk, en hier doen we het nu allemaal voor. Dit is heel veel werk, maar uiteindelijk is dit het eindresultaat. En als je daarnaar kijkt, dan worden wij wel heel erg blij van. Het is bijna potgrond. En dit kun je zo bij de planten gooien en dan gaan ze echt goed van groeien. Voor meer informatie, visita onze website vivadinaturaleza.com. Goedendag Irene! Goedendag Julianka. Hoe gaat het met je? Het gaat met mij heel goed. Hoe gaat het met jou? Met mij ook. Ik wou weten, hoe lang woon je al hier? Wij wonen hier sinds 2010, maar we zijn in 2005 al begonnen op dit terrein met schoonmaken en aanplanten. En de hele start van een herbebossingsproject. Maar ik vind het leuk om je wat te laten zien. Leuk! Julianka, je kan hier zien, we hebben hier een hele grote boom. Die stond er natuurlijk al. Die is heel oud. Die hebben we laten staan. Dus we hebben met het huis heel goed geschoven in het ontwerp en op het terrein. Om te zorgen dat we al die bomen konden respecteren. En dat we die niet weg hoefden te halen. Want dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Super onder de impressie van jullie tuin. Hoe krijg je zoiets? Ik denk dat het belangrijkste aan het hele project is geweest dat we in 2006 hebben we het hele terrein omheind. En toen die hele omheining klaar was, hebben we de laatste geiten en ezels vriendelijk naar buiten gebracht en het hek gesloten. En wat er dan gebeurt is dat de natuur weer alle tijd krijgt om alles terug te nemen. Je kan hier een hoop van de lokale bomen zien. Die stonden er ook allemaal al. We hebben hier weinig hoeven aanplanten. Dus we hebben hier heel veel waaierkaas staan. We hebben nieuwe divies die naar boven komen. En we zien heel veel chimeroeku, oliba, waaierka, divi. Dat komt allemaal spontaan uit de grond. Prachtig. Wat vind je ervan, Julianka, om hier te zijn? Lekker cool. Je zit niet zo vaak onder de dievenboom, hè? Nee, dat is waar. Dit is voor ons een bijzonder plekje, omdat het zo lekker cool is. Er is hier altijd schaduw. Je ziet ook aan de grond. Het is hele donkere grond, heel vruchtbaar. En dit is een heerlijk plekje om te zitten, ook om 's avonds nog even te zitten. Dit is wel een van de mooiste plekjes van ons terrein. Ik wil je graag even voorstellen aan Mario Cecilia. Bon dia, Julianka. Mario, tá bom, tem quase tudo o trabalho bonito aqui, segundo me compreender. Pero vou por contar-me que cultura se precisa escrever conosco aqui? Aqui a Guiné começa a corta mata, deixa coisa não, deixa dentro, planta palo, palo loura, e ver o seguinte, não capta o palo, mas ele leva palo não aqui, tá? Tingo por corta, tingo por lá aqui, tá? Tingo para comer na ipara, um pouquinho não, para comer. Pues esa que no es solamente bonita para gente, pero también para la naturaleza. Seguro, eso como quita tu co, antes para la ninguna. Mario, no está para poner un bonita guayacá aquí, pero me también mira también que tiene camino con la hora de snu. ¿Puedo contarme cómo te hace esa aquí precisa? Sí, aquí no tengo corta, no tengo afu tengo sac, hago un cap mucho para tromente el palo. O tem cuida e palo. É isso que cresce. Pois é um trabalho que eu vou fazer com amor para sobre a minha mira também que tem caminho na que eu vou trazer para assim não focar na minha mãe de mundo aqui. Sim, o cavalo não é palo, ainda limpo para ir, eu vou sentar, caminhar para focar, né? Passar ronda em conosco. É um bom trabalho para mim, gostei do trabalho. Que
zelfs moet je een tip in en dan kun je met de wakker een ja, een bonita cura zien aqui. Sí, ahora me pegué mata, no me avisé bien. Un mata ahora lo pegué, pues no te mando ni hopi agua. Me corro hopi aquí, bra. Con el que den yeso, más que tú que da con el pega. El mata que han hopi agua, antes que era los, en la pega. Este era que era mucho más. Ok, pues ahora el mata está neta entera y ahora está su temporada de secura. Sí, más o menos. Ahora yo no hopi agua. Topi danki pa erato con nosa cana untu dinge kunuku aki. Danki pa udame. Nosso topo. Bom, televidente na nakas, mi te espera ku vosso tam esinha hopi maniera a mi esinha ave di Mario e te otro via. Pero é ora, ma comprende con anta planta dan leu pe otro paso. Estam di ki aki tamelo funciona. Ai llega por ibaikas.